Mies hier al voren. Goed man. Ja. dat? het man. Goed. Goed. Met jou. Ja goed. Hé hey, Mies. Je ziet er goed uit. Ik breed man. Nee. Huh? Kijk eens uit. aan man. Het Is allemaal show is niet Is het allemaal show. Ja, ja ja. Word erbij. Word ja. erbij. Voor de oude man. Ik zei net ja? tegen Ed hij ziet er al altijd hij ziet er al altijd uit. Ik nee, doe nee. mijn best. Ja. Ik doe ja? Mijn best. <laughs> Vandaag hebben we een speciaal iemand hier. Hij heeft gespeeld bij Den Bosch, Utrecht, Swansea, Spurs en is op drie eindtoernooien geweest met het Grote Oranje. Drie? Uh, ja, ja, drie. Niet zomaar, hè? Niemand minder dan Michel, ik ga je tweede naam ook zeggen: Armand Vorm. <laughs> ja, die, die heb ik uh, heel lang niet gehoord. Armand, ja. Ja, man. Mies, dit is eigenlijk, um, dit is hoe wij jou kennen als voetballer. Ja. Maar onze eerste vraag naar jou toe is, wie is Michel eigenlijk, hoe jij denkt dat hij is? Dat is een goede vraag. Nou, sowieso bedankt dat ik hier kan zijn. Ik vind het ook wel heel interessant um, om een keer op een andere manier te belichten dan altijd uh, alleen maar het, het voetbal gedeelte. Ja. Um, ja, wie ben ik? Uh, geboren en getogen in uh, Nieuwegein. Um, uit een gezin met, met, met vijf um, ja iemand die uh, uh, heel divers is opgegroeid altijd uh, eigenlijk ook altijd op straat voetballen um, ik denk ook ja, het wel grappig is dat Edson en ik, die gaan al way back mm -hmm. dus die heeft daar zelfs ook een stukje nog van meegekregen heel. hoe ik ben opgegroeid als je zegt divers wat, 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 wat bedoel je daarmee uh, ja heel ja, multicultureel zeg maar ja, dus mm -hmm. weet je ja. in een hele actieve mm -hmm. wijk Woonden wij, zeg maar, waar altijd wel wat gaande was. Ja. Goede mm -hmm. dingen en slechte dingen. Um, maar uh, ja, dat ik op een gegeven moment heb ik mijn pad gevo gevolgd. Zeg maar van. Uh, me afgesloten, zeg maar, voor, voor het slechte, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En uh, gefocust op het voetbal. Uh, maar nooit echt de druk gevoeld vanuit huis uit. Van hé, hey, je moet dit of je moet dat. Ja. Maar altijd gewoon vrij. Dus uh, mijn ouders hadden ook zoiets van: ja, maak eerst je middelbare school af voordat je. Uh, er was al interesse van, uh, van, van, van Utrecht, van Ajax. En uiteindelijk heb ik mijn school of in ieder geval ja, mijn middelbare school afgerond en uh, pas op late leeftijd, dus op mijn vijftiende ging ik pas bij FC Utrecht. Ja. Dat is relatief laat. Uh -huh. En uh, daar ben ik ook wel heel blij en dankbaar voor in de zin van als ik dan nu kijk, uh, dat ik, ik heb nog wel echt een beetje een jeugd gehad zeg maar, zonder dat ik uh, vanaf die achtste, dat is eh, wat je nu ziet ja, met belangrijk. jongeren die, die, die van hun achtste bij wijze van spreken al ja, bijna geen, uh, geen jeugd hebben. Dus, ja. Dus dat heeft mij wel, uh, ik heb me wel echt bewust ook een, een, een stukje nog kattenkaas kunnen uithalen. En uh, <laughs> stiekem een sigaretje roken en dat soort dingen. <laughs> <Okay. laughs> dus, okay. dus dat zijn, dat zijn die ja, dingen, nee. zeg maar. Uh, ja, dus, uh, maar ja, gewoon uh, liefdevol opgegroeid. Uh, wat ik zeg, ja, nog, nog twee broertjes, uh, twee zussen. Uh, maar ja, er was altijd wel wat, weet je, in het, in het gezin. Uh, mijn vader had een kapsalon, mijn moeder werkte in de zorg en... Um, ja, eigenlijk het moment dat ik uh, bij FC Utrecht kwam, ja, is het bij mij eigenlijk alleen maar Klaarigheid. gegaan, Klaarigheid. Ja, zeg maar. Ja. En uh, veel, ja, uh, wel uiteindelijk middelbare school afgerond. Maar vanaf daar ben ik eigenlijk alleen maar gefocust op, op mijn voetbal geweest. En, uh, dat is dat basis geweest? Jawel, zeker wel. Kijk, ik, ik, ik uh, ben opgegroeid in een in, uh, in omgeving waar we best wel, um, wat je je dat er, er was wel veel geluid, zeg maar. Er was ja. altijd wel wat aan de hand. En... Um, ja, er zijn ook mensen die hebben een andere keuze gemaakt, ja, die misschien nee. ook konden voetballen of uh, weet ik veel. Uh, ja, en dan zie je wel van, uh, vooral nu, als je wat ouder bent, um, dan ga je een beetje kijken waar iedereen een beetje is terechtgekomen. En dan zie je ja. wel van bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. Dat heeft ook wel met vanuit huis uit te maken ja. hoor. Uh, um, maar dat heeft mij wel echt uh, gevormd. Dat, gevormd, zeg ja. maar, weet je. Um, en dat is, um, um, vooral als je, kijk, als je een, een moment leeft, dan leef je gewoon. Maar als je dan eenmaal terugkijkt en je wordt wat ouder. En als je ook ziet en hoort hoe anderen. Ja, de ene gaat die kant op, de andere gaat die kant op. En. en um, ja, dan ben ik wel. Um, ja, gezegend, zeg maar. Uh, hoe het uiteindelijk allemaal is. Uh, gegaan, gegaan. En, en, en wie ben jij nu, zeg maar. Want we hebben het net alleen maar gehad over, over je carrière als voetballer. Maar wie ja. ben jij als mens nu? Als mens. Ja, ik, ik ben wel echt een heel dankbaar mens. Dus. Um, ik ben iemand die. Um, ja, vooral, uh, uh, ik heb veel meegemaakt uh, met voetbal natuurlijk, uh, maar wat bij mij altijd, wat voor mij heel belangrijk is geweest altijd, is ja, de, hoe je wordt herinnerd als, als persoon. Ik vind dat hmm. heel belangrijk. En, dat zeggen Esser en ik um, altijd. Ja. Voetballen is maar, is maar een titel. Ja, terwijl... nee, zeker. zeker. Nee, ik ben daar heel erg uh, uh, wel bewust van geweest, uh, ook wel tijdens mijn carrière, maar ja, naarmate je ouder wordt, je krijgt kinderen en, en noem maar op. Ja, dan merk je wel van... Uh, en ja, jullie weten net zo goed als ik hoe de voetbalwereld is of kan zijn. Mm -hmm. ja, en dat is niet alleen... Uh, kijk, mensen zien vaak het eindresultaat, dus de wedstrijd. Maar jullie weten als geen ander wat er uh, allemaal vooraf speelt. Uh, mm -hmm. en, en dat heeft niet eens te maken of je wel of niet speelt. Maar gewoon de, de hele circus, weet je. En, um, ik heb, en dan is het soms moeilijk om, om ja, dicht bij jezelf te blijven. En um, op zich bij mij is dat wel aardig gelukt. Um, uh, en ik, ik denk ook... Uh, wat eigenlijk het mooiste was nadat ik gestopt ben. Uh -huh. als, als ik dan zie hoeveel liefde ik heb gekregen. Want er, ze hadden nou zo'n afscheidvideo voor mij gemaakt. En iedereen heeft zijn zegje gedaan. Edson stond ook nog op die video. En... Waarom ik? Ja, dus. Nee, nee, nee. Ik heb er niks mee te maken. Dus ik, ik, ik krijg alleen die video. Dus... Oh, het was een prachtige video. Ik had er net nog over. Hoe het op Instagram ik, geplaatst was. Ja, nee, als ik, als ik daar naar kijk. Dat geeft een beetje weer. Um, zeg maar hoe, uh, hoe, hoe mensen mij zien yeah. en, en uh, hoe ik denk ik ook als persoon ben en dat, dat vind ik wel, uh, dat is voor mij heel veel waard. En um, ik bedoel, ja, we zijn hier allemaal op de aarde gezet en als je dan uh, iets kan achterlaten, weet je, um, en op, ja, we zijn alle, alle drie relatief jong. Dat je op deze leeftijd al kan zeggen dat, dat je echt iets voor iemand hebt betekend. of dat mensen je echt ergens van herinneren. dat vind ik, vind ik heel mooi, weet Zee. je. Hé uh... hey Michel, je gaat diep man. Ja, 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 mooi. Ah, like <laughs> we zijn net begonnen, maar. Je... Ja. <laughs> Ho Hoe lang <laughs> <Je> moeten we? <laughs> we <laughs> we, mean, <laughs> we <laughs> hebben de hele dag. <laughs> we hebben de, de hele dag. Zo, <laughs> <laughs> <So out. Yeah? laughs> Nee, maar mooi, mooi, mooi. Ja. Edson, uh, ik, ik zag je net knikken. Ik, ik weet niet of je ergens op in wilde gaan. Ja, maar dat. dat uh, uh, wat hij net wat hij net zei van uh, dicht bij jezelf blijven, dicht bij jezelf blijven met alle, alle wat het voetbal zeg maar op je pad brengt, ja. um, is het heel heel lastig. Maar, ja. maar daar wil ik zo uh, op terugkomen. Ja. Um, nou goed, mis. Uh, je bent nu twee jaar gestopt, ja. toch? Ja. En uh, Life After Voetbal is begonnen op een gegeven moment. Ja. Um, hoe gaat het met je? Hoe gaat het in een uh, Life After Voetbal? Ja, wel goed. Kijk, uh, ik, als ik dan uh, terugkijk naar de afgelopen twee jaar. Oh, een van de redenen dat ik ben gestopt. is, uh, Ik had nog wel wat verder kunnen voetballen. Maar ik merkte wel van. Uh, en Ik heb er altijd tegen mezelf gezegd. Als ik de, mijn plezier. Als ik dat niet meer heb. Want daar ben ik uiteindelijk mee begonnen. Mm -hmm. Dan is het voor mij. Uh, ja, dat heeft voor de rest niks. Met, want ik vreet nooit meer. Met geld of zo te maken. Want ik kan nog herinneren. Dat ik, ik ben op een gegeven moment. ben ik weggegaan bij Tottenham. Mm -hmm. Had ik even geen club. Uh, zat ik eigenlijk echt in between clubs. Mm -hmm. En uh, toen raakte Loris, die raakte geblesseerd. En uh, hij raakte geblesseerd zeg maar, op zaterdag. En op zondag, of op, even kijken, op, ja, op zaterdag. En, en volgens mij op maandag of zo, had ik contact van, weet je, mis kan je terugkomen, Loris, is voor een lange periode uit. En yeah. toen, toen ben ik teruggegaan. En um, op een gegeven moment, uh, nou, Pochettino werd ontslagen. En. Um, ik was dus eigenlijk net terug en er gebeurde van alles uh -huh. en toen kwam Mourinho en toen kwam Mourinho op een gegeven moment naar me toe en die zei ook van, uh, weet je, vroeg aan mij van, uh, ja, wat de situatie is en uh, ja, dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik gewoon uh, waarschijnlijk niet uh, nog heel lang door zou gaan en toen zei hij van uh, of ik genoeg heb verdiend. Ik zeg, ja, dat heeft daar niks mee te maken, snap je? En hij bedoelt het meer gewoon voor de gein. Ja. Maar het, voor mij, weet je, heb ik ook gemerkt, uh, vooral toen COVID kwam, uh -huh. van wat is nou echt belangrijk, uh -huh. weet je? Uh -huh. En um, toen heb ik wel echt, uh, uh, ook mede door COVID, heeft mij die keuze wel makkelijk, uh, ja, zeg maar, wat sneller misschien gemaakt. Uh, omdat we toen echt even niet meer wisten van, ja, wat gaat er nu allemaal gebeuren, oh, nee, weet ja. je? Yeah, yeah. Um, en, en uh, toen heb ik wel echt, uh, is, dat, is dat best wel snel gegaan in mijn hoofd van nee, hey, weet je, ik, ik ga dit niet. Uh, weet je, als ik nog wil gaan voetballen, dan moet het echt in Nederland zijn, want dan wil ik dichter bij mijn familie zijn. Ja. Ja. En uh, maar als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar, uh, ja, er zat natuurlijk COVID tussen. Dat was, dat maakt het wel lastig. Ja. Alleen ja, in, in, net voor COVID, waar, waar we met de barbershop, en Mason's waren begonnen ja. um, en ook eigenlijk al vrij snel na mijn carrière ben ik ook benaderd door, 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 door Benno Lezen van Gassan. Ja. En die waren ook wel heel van, nee, hey, Mies, lijkt je leuk om, om uh, ambassadeur te worden bij ons bedrijf. En, um, dus ja, dat soort dingen. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je al snel ja, wat omarm hebt. Want als je te lang niks doet, ja. dan, dan kan het best wel uh, ja. uh, spannend worden. allemaal. Okay, zeg maar, Mies. Weet je. Nu geef je een aantal dingen aan, hè? Wat, wat na voetbal vooral. Buiten jou om is gebeurd, mm -hmm. eh, uh, situaties, opportunities die op je pad zijn gekomen. Wat ja. je zegt, dat helpt gewoon heel veel voor een ja. voetballer om weer iets te hebben waar hij in kan duiken, zeg. Maar. Ja, ja. Maar wat is er bij jou binnenin gebeurd? Want uh, als mens zijnde, uh, een bepaalde lifestyle hebben, een bepaalde ja. routine hebben, Zeker. snap je, ja. een bepaalde mentaliteit hebben. Ja. Uh, ja. Ik heb het ervaren dat het wat met mij gedaan ja. heeft als mens. Nee, zeker. Zeker. Nee, dus ik, zeker. ik wil je even checken? Want ja. wat we vaak hebben is check in on the person. Ja, ja, nee. Snap ik je? was echt. Uh, ik had toen echt. Dat was wel echt een periode van. Uh, ja, onrustig, weet je. Omdat ja. je gewoon. Ja, die routines. En. en uh, dat was allemaal. Je wist precies hoe of wat. Ja. Dus, snap je? Dus, dus dat maakt het wel. Um, ja, mm. wennen. Gewoon van. Ik ben weer vrij. Oké, okay, snap yes. je? Mis. Ja. Je moet je echt een hand geven voor die, want precies dat ja, gevoel had ik ja. ook toen, toen ik stopte. Dat ik dacht van, jezus, eindelijk rust, eindelijk ja. een normaal leven dat je kan. Ja, bereiden. nee, maar ja. Dat, dat is zeg maar, en dat klinkt heel, uh, misschien voor mensen die, ja, die, die zullen dat niet zo snel begrijpen. Ja. Maar als je al twintig jaar bezig bent, letterlijk, en ja, we zijn, je bent een goede professional en je leeft een bepaalde leven. Dan, ja, nu heb ik weer controle over mijn eigen leven. En dat was voor mij heel veel waard, snap je? Mm. Dus, dus, heb je het gevoel gehad dat je geleefd werd? Ja. 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 En, en als je erin zit, dan denk je van: dan wordt er wel eens gezegd van. dat je echt. probeer je echt bewust het moment te pakken. Maar het is zo moeilijk. Ja. Ja. Weet je, zo moeilijk. En ik weet nog wel heel goed. mijn laatste periode bij Tottenham. toen uh, Ja, de kans dat Jan Vertongen wegging was ook groot. En dus zat ik met Jan. we waren, waren veel aan het praten. En dan zaten we ook echt op het veld van: hé, hey, dit is misschien de laatste keer dat we samen. op het... Weet je waar we waren echt in het moment ja, proberen ja, te pakken. Ja, 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 ja. Ja. Maar het gaat maar door, snap je? En het gaat maar door. En, en je weet nooit hoe, hoe dingen lopen. En uiteindelijk, als je dan echt denkt van. Um, want ik heb toen. Wat was het? In oktober heb ik volgens mij toen officieel bekendgemaakt dat ik ging stoppen. Want ja. ik had. Ja, wanneer ga je dat zeggen? Zeg maar, ja. snap je? Ja. Ja, en toen ging die video. Ja, ik wist van. Als die, we hadden die video opgenomen. En. Um, ja, en die heb ik opgenomen in de buurt waar ik ben opgegroeid, Geest, weet je. En dat maakte toch wel een beetje die cirkel rond om... En toen, ik weet nog heel goed dat, hij, dat ik dacht van, ja, hij wordt, oké, okay, wordt deze week geplaatst of zo. En toen dacht ik wel van, ik was al verder in mijn hoofd, omdat ik al dit wist wat, ja. weet je. Maar toen werd het ineens echt, zeg maar, weet je. En toen wist ik ook van, oké, okay, nu willen mensen even wat van je weten, bla, 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 maar... Die rust is, ja, gewoon ja, even, weet zo. je, niet die, 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 die druk van... Wat je nou eet, drinkt, doet, slaapt, ja. hoe, maakt even niet meer uit. Snap je? En, Thanks, man. Thanks, man. Ja, voor nee, je maar dat is, ja. Dat, is, uh, dat is wel echt voor mij. Uh, dat is ook wel moeilijk hoor. Ja. Uh, onrustig, of ik moet wat doen. En, um, maar wat ik zeg, dan was, het was precies in die corona ook. Dus ja. dat wat, maakt het ook wel anders. Het uh, ja, was ja, niet ja. open, je kon niet, snap je? Dus. Je dat was eigenlijk verplicht andere. om gewoon rustig te ja. zitten. Ja, snap je? Dus en je eigenlijk kon het niet zo veel, dus is, alles te laten voor bezinken. mij was dat top, zeg maar, snap je? Ja. Hé, hey, mies, we gaan hier zometeen uitgebreid uh, verder over praten, maar we hebben altijd een stukje in onze podcast dat heet uh, Knowing Me. Ja. En uh, en daar stellen we de gast stellen we tien vragen. Ja. Nou, eigenlijk moet je heel je moet snel antwoorden. Onder okay. druk presteren. Onder druk. Onder oh, druk dat hebben wij heel goed gedaan. Oké. Ja. En Edson en ik stellen om en om de vragen. En dan uh, hopen we dat, uh, dat we mooie antwoorden krijgen. Oké, okay, maar ik, ik kan geen korte antwoorden geven. Is dat een probleem? Nee, nee, nee. Nee, <laughs> ja, nee luister. We stonden net ook vraag. Hoe gaat het met je? Ja. Ja. Maar, nee. maar je ziet, Michel, Michel is daarin. Uh, het, uh, ik vind het mooi. Je geeft ja, in ieder geval mooie antwoorden. Hij legt het uit, maar. Maar we gaan je toch een beetje ja, proberen precies. te triggeren ja. daarin van okay. het eerste wat in je opkomt, Bam. gelijk spitten. Ja, precies. Maar het is een antwoord, dus het dus hoeft niet een heel... Nee. Oké, okay, nou, een... geen hele ja. uitleg hebben. Nee, hoeft niet. Nee. Misschien komen jullie op terug of... Ja, precies. I like it, Hij wil duidelijkheid hebben, zie je dat? Ja, uh, maar dan... Uh, ja, <laughs> zeker. Cool, let's go. Eerste vraag, wat is de mooiste plek waar je ooit bent geweest? Mauritius. Oh. Heerlijk, Daar ben ik ook naartoe. Heerlijk. Next. Wat wilde jij worden toen je nog klein was? Provoetballen. Vanaf het begin al? Vanaf het begin, ja. That's nice. Wat is je meest gekke eigenschap? Ik weet echt niet. <laughs> gekke eigenschap. Kom op, je bent keeper. <laughs> ja, precies. Maar ik hoor altijd... Ja, je bent de normaalste keeper met wie ik heb gespeeld. Dus ja, dat, dat is. <laughs> dat zegt misschien wel iets. Ja, dat is ook maar okay, sowieso keeper zijn ook. is denk ik misschien een gekke eigenschap. Oké. Okay. Maar luister, het is, dat is inderdaad echt een gekke eigenschap. Hè. Ik maar, zou er niet aan moeten denken om keeper te zijn en mensen vuren ballen yeah. naar je van 180 mm. kilometer per uur en jij moet daar staan. Hè? Een gekke eigenschap misschien wel. Ja, dat ja. denk ik wel. Uh, Niks. Uh, wie heeft de grootste invloed op je leven gehad? <laughs> Ik vind het een hele moeilijke vraag. We stellen alleen maar moeilijke vragen hier. Je mag ook meerdere namen noemen. Want Je hoeft iemand niet op die plek te zetten en dan vergeet je anderen. Nee, maar... nee, maar het, ga, het, ga, het gaat. Uh, ja, kijk, invloed op mijn leven. Mijn leven is natuurlijk heel veel voetbal geweest. Mm -hmm. Dus als je dan voetbal gerelateerd kijkt, dan kijk ik naar bijvoorbeeld uh, een van mijn eerste keeperstrainers, Maarten Arts. Ja. Die, daar werk ik lang. Dus een lange gedeelte in mijn carrière heb ik meegewerkt. Ja. Um, mijn en over mijn leven is, midden, mijn voetbal. Leven is ja. midden voetbal. Dus ja, dan moet ik. Ja, dan, of nee, moet niet, maar dan mijn ouders. Mm -hmm. Ja. Uh, is wel, uh, wel bepalend. Nice, nice, mooi. Wat kan jou echt ontroeren? Uh, wat kan echt ontroeren? Mijn kinderen. Ja. ja. Cool. Um, wat is je allereerste herinnering, vanuit je jeugd, die nu in je opkomt? Dat ik um, in een, 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 een... Ja, je hebt zo'n vlag, zo'n mast waar zo'n vlag aan wimpelt, zeg ja. maar. Dat was op het schoolplein. Dat zat ik in groep drie. En daar kon je een heel klein stukje op klimmen. En toen klom ik erop. En toen geleek er vanaf en er, was er, zeg maar, zo, er zat zo'n rand zo omheen En die raakte mij precies hier in mijn been dus ik heb nog steeds een, een, een litteken van, als, van toen ja. en dat vergeet ik nooit meer toen was ik ja was groep drie ja. weet je en dat is echt iets uh, ja dat uh, dat kan, ja dat kan een echt... al in je om ja, uh, oh, dingen oh, uit te om, proberen om te klimmen en te doen ja, ja. ja. mooi ja. mooi um, welke goede eigenschappen van jezelf benut je te weinig op dit moment uh, te weinig um, ik wilde well, ja. wil zeggen netwerken, maar daar ben ik nu wel echt mee bezig. Dus ja, is dat te weinig? Ja, ik weet het niet. Het kan nog wel meer, maar mm -hmm. dat is wel een sterke eigenschap van mij, zeg maar. Mensen mm -hmm. bij elkaar brengen eigenlijk. Mm -hmm. Ja, okay. like that. Het gaat straks ook weer terugkomen. <laughs> um, wat is het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt heel um, tevreden persoon ben. Um, maar ik ben een weegschaal, dus bij mij, zo ja. leef ik zo. weet je toch, dus ja. dat is heel, um, dat gaat zo, maar ja weet je, ik, ik geloof niet in, uh, in ideaal of uh, weet je. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik vind het, ja, ik weet niet. Oké, okay, yeah. cool, cool. Waar ben je trots op? Trots, ja, eigenlijk wat ik net ook had benoemd, gewoon eigenlijk over wat ik heb bereikt tot nu toe in mijn leven. En dat ik mensen heb mee kunnen nemen op die journey. En mm -hmm. dat, dat, ben ik wel echt, dat ik mensen echt heb geraakt, dat ik iets heb kunnen toevoegen in de wereld, zeg maar. Ja, daar ben ik wel echt trots op. Mooi, nice man, I like that. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Waardevol, ja, dat. Um, uh, ik denk. Um, weet je, ja, geniet van het leven, weet je. Um, we hebben, kijk, voor Johnny weet ik dat niet, maar voor jou weet ik dan wel, weet je, dat er ook wel mensen hebben verloren op jonge leeftijd. Als ik dan bijvoorbeeld aan, toevallig zag ik laatst Luciano voorbijkomen bij Nigel op Instagram en daar hebben we ook nog wel leuke tijden mee beleefd, weet je. Mm -hmm. En zo heb ik ook nog wel meerdere mensen die ik heb verloren op jonge leeftijd en dat je denkt van, ja, weet je, uh, je weet het niet wanneer het voorbij is, dus ja, genieten van het leven is wel echt, uh, um, gewoon echt bewustzijn en, en, en ja, bewustzijn van het bewustzijn van het leven is denk ik wel echt, uh... ja. jullie, jullie, jullie hebben het net over, over Luciano, hè, maar, maar voor de mensen die, die kijken en luisteren, wie, wie, wie was hij? Um, Luciano was, uh, is mijn jeugdvriend uh, mm -hmm. geweest, uh, samen opgegroeid uh, in Zuidoost. En uh, samen bij uh, Amsterdam gespeeld. Eigenlijk na school. Uh, samen op school gezeten. Middelbare school. OSB. In Zuidoost. Dus uh, ja, wat ik zeg. Samen mee opgegroeid. En op een gegeven moment. Allebei de droom. Om het zo ver mogelijk te schoppen. In de voetbalwereld. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment. Ik. Uh, samen van. Uh, Amsterdam. Naar FC Apeldoorn gegaan. Ik was een jaartje ouder, dus hij, ging, uh, hij speelde een, 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 een elftal lager. Um, ik ging naar Utrecht. Hij ging op een gegeven moment uh, naar Telstar. Samen voor het eerst ook uh, de Talentendagen. En dat kwam eigenlijk door hem, uh, door zijn vader ook, die, uh, die ons beiden had ingeschreven voor de Talentendagen bij Ajax. Mm -hmm. En zo heb ik dus mijn eerste ervaring gehad met Ajax. Uh, alle rondes mogen doorstaan. Maar dat is mede ook door Luciano en, en zijn vader geweest. Mm -hmm. Dus, uh, maar goed. Um, en op een gegeven moment. Kan je die wedstrijd herinneren tegen wie we speelden? Die zondag. Um, volgens mij was het RKC. En, uh, ja, fast forward. RKC was zijn. Uh, yeah, um, profs nu. Hij speelt bij Telstar, Ik speel bij Utrecht. En uh, ik word op die bewuste zondag gebeld door mijn broertje als eerste. En uh, die zegt van, uh, hey Edson, heb je gehoord van uh, Luciano? Luciano van de Berg. Uh, ik zeg, wat gehoord? Hij zegt, uh, hij, uh, hij uh, heeft een auto-ongeluk gehad en uh, hij heeft het niet overleefd. Dus uh, natuurlijk schrik je even, ik, ik weet niet wat ik moet doen en zo. Hmm. dus ik belde, ik belde zijn, uh, zijn vader nee ik jok ik belde Nigel Nigel was onderweg volgens mij die had een uh, de Jong. Nigel de Jong die had de wedstrijd uh, tegen AZ dus die was alleen de spelersbus volgens mij dus ik bel hem op en ik hoorde al aan zijn stem en het eerste wat hij zei was Edson hij is er niet meer hij is er niet meer hij is weg hij is weg en toen hoorde ik heel veel moes Hij stapte uit de bus, helemaal overstuurd, dus heb ik maar opgehangen. Ik woonde in Ameren, Luciano woonde ook in Ameren, dus ik ben gelijk naar zijn ouders uh, gereden. En ik kwam daar aan en ik zag zijn moeder voor de deur staan en zijn vader ook. Een beetje rondlopen en eigenlijk niet wetende hoe of wat. Maar goed, uh, ja, dat, is, dat is Luciano. En, en jij kende hem ook goed? Nee, nee is, ja, ik kende hem wel, maar ja. niet goed. Maar ja, die wereld is natuurlijk klein. Je kon ja. wel tegen elkaar spelen. En we gingen ook wel avondje stappen ja. En de challenge ja. op de vrijdagavond. En ja. volgens mij stond zijn vader stond aan de deur. Ja, zijn of die was was die was de, die was die was de, de hoofd. hoofd uh, uh, dus die liet ons via de achterkant <laughs> konden we naar binnen. Ja. En dus we hebben wel gewoon leuke avonden beleefd. En, maar wat ik ermee wilde zeggen is, zeg maar, kijk. Um, ja, noem maar iemand op jonge leeftijd die er dan, uh, weet je, en uiteindelijk hebben wij een hele carrière uh -huh. en we hebben, ja, samen dan met die Tommaso bijvoorbeeld ook, weet je, um, dat was wel, dat je wel, dat zijn wel van die dingen die uh, het besef van, ja, we hadden net tegen AI's gespeeld. We oh, wonnen die, uh, die wedstrijd. Hij scoorde volgens mij de winnende ook nog. Nee, nee, het was voor mij Dwight toch? Dwight, oh, Dwight scoorde Dwight. de winnende, Clyde. Dwight. Ja, die, die scoorde nooit. <laughs> en, uh, ja. Danny Blind, volgens mij, was de trainer van Ajax. En Dwight, ja. die, die scoorde de winnende. En volgens ja. mij, die dag daarna nog. Uh, en ik zat bij FC en Bos. Ik was verhuurd. Ja. Maar hun hadden, ik was, uh, die dag daarna, volgens mij, was het uh, nog uh, trainen of zo. Uitlooptraining. Uitlooptraining. En toen die dinsdag waren we vrij. Ja. En ja. Uh, ja, ja, we kregen nee. het telefoontje eigenlijk uh, dinsdagmiddag. Hey jongens, willen jullie uh, naar de club toe komen? En uh, ik, ik weet niet, het was, het was sowieso raar en iedereen vroeg zich af: van, ja, wat is er nou? We komen de kleedkamer binnen mm -hmm. op onze vrije dag. En uh, uh, Foucault en Sean van lopen binnen, helemaal rood. Ja. En Marco Fortuné. Mm -hmm. Marco. Die woonde bij hem, ja, daar Klopt. heb je ook nog mee ja, gespeeld, ja. die woonde bij hem in, uh, oh. in, uh, in het gebouw. Dus die wist er al van. Ja. Dus we zien Marco binnenlopen, tranen. Ja, ja en toen kregen we het bericht. Ja. Dat was eigenlijk best wel kort op, uh, na het overlijden ja, van Luciano. Dus, uh... wat, wat doet dat met je zeg maar, als speler op dat moment? Heeft ja, dat kijk, effect op je ook? Ja, maar dat bedoel ik weer te zeggen van, weet je, dan ga je weer terug van... Uh ik zeg, ik heb helaas ook gewoon met di mensen die dichtbij mij stonden meegemaakt op jonge leeftijd. Goede vrienden mij verloren ja. aan kanker op een jonge leeftijd. En dus ik ben wel altijd, probeer altijd wel bewust te zijn van, van, weet je, van wat is nou echt belangrijk. En net zo'n David, op zondag speel je, je gaat naar bed op maandag net als ieder ander mm -hmm. en je wordt niet meer wakker. Je weet het niet, weet je. Ja. En dat bedoel ik mee te zeggen van, en ik zat toen bij Den Bos en ik, 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 verhuurd. Uh, en, want ik weet ook nog heel goed dat gebeld en ik wat oproepen gemist. En ja. kom zo snel mogelijk naar Utrecht. Want het is. Wat, en, weet je, en, maar op dat soort momenten, ja, dan, dan is het gewoon van. Um, ja, dan staat alles even stil, weet je. En ja. dan. Um, ja, wat ik zeg, dan er is ook veel verbroedering en zo. Precies. Uh, weet je, dus het maakt wel wat in een groep, doet wel wat met een groep. Maar weet je, weet je wat het is? Uiteindelijk, het leven gaat ook gewoon door snap je en dat is ook um, ja dat is dat, dat het heeft impact ja. maar je moet zeg doen. maar je, die die pauzeknop is er niet zeg maar je kan niet uh, ja. op dat moment ja. want ik geloof dat dat jullie tegen Groningen was dat eerst volgende wedstrijd of zo klopt ja en klopt. dat was ook al vrij snel daarna en er is een hele mooie herdenking geweest echt was echt heel mooi allemaal echt wel super, super. weet je maar ja, dat is onderdeel van het leven, en, maar dat is wel um, van die momenten dat je, uh, denk ik, toch wel even weer beseft van, hé, hey, weet je, wat is nou belangrijk? Even mijn vraag, want ik had het net eventjes over met onze redactie uh, guy en... Um om, aan, om een beetje door te gaan. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> of, of, of wat, Mies, hoor je dat? Mee? Ja, ja. Broes, ja. op onze. <laughs> Broes. Ja, man. Oh ik had het net God. met Broes erover. <laughs> um, en eigenlijk, wat je net zegt, uh, het leven gaat gewoon door. Ja. En hoe snel dat voor mij eigenlijk al gebeurde, was die zondag van Luciano. En ik, ik sprak toen ook met die vader van. Hey, weet je? Uh, en toen kreeg ik ook te horen van hem en eigenlijk ook later van Foucault Boy van, um, ik denk dat Luciano zou willen dat je ging voetballen weet mm. je? dit is wat, waar wij hè, voor leefden en dus uh, maar dan heb ik die wedstrijd om half drie een paar uur daarvoor heb ik dat bericht gehoord ik, kom, ik ben overstuur ik ga naar het stadion Foucault vraagt me wil je spelen ik zeg ja ik sta in de basis. Ik speel die wedstrijd. En eigenlijk alleen maar momenten die ik had. In vooral de rust. Maar ook uh, tijdens de wedstrijd. blessurebehandeling, behandeling, ja, goh, corners. Even, even dat, er, dat ik even stil was. Yeah. Dat ik dacht van, jezus, wat doe ik hier? Ja. En dan ging het spel weer. Ja. En dan was ik weer in de game. Ja. Ik speelde een goede wedstrijd. Maar hoe raar is dat? Hoe... Ja, maar dat is, en dan, en dan ja. kan ik dat niet bevatten. Maar goed, je zegt nee, het precies. leven gaat door. Ja, weet je... Um... Dat, dat, zijn, ja, dat zijn van die dingen, denk ik, um, dat het heel goed is om bij stil te staan. En hoe belangrijk dat is, wat ik zeg, dat stukje besef. Maar in de wereld waarin wij leven, en uiteindelijk, um, en dat is het allermoeilijkste, hè, en vooral echt voor de naamsaders, voor, voor de vader, moeder, broer, zussen, die er echt dichtbij staan. Maar je hebt er ook niks aan om een maand, ik noem maar wat, in een hoekje zit, zielig te doen, zeg maar. Hmm. Snap je? En dat klinkt misschien een beetje hard wat ik zeg, maar. Um, je hebt je momenten, weet je, en dat is belangrijk dat je koestert de momenten die je met elkaar hebt gehad. En, en dat je echt wel gewoon rouwt. Maar je wat ik zeg, de, je moet door. Het is een proces. Het is een proces. En dat is dan proces. het mooie van voetbal. Op het niveau waar wij speelden, is natuurlijk, zeg maar, ja, die sporters die gaan wachten niet. Snap je? je moet, er moet gewoon gepresteerd worden en, ja. en we moeten, weet je? Ja. En, en is dat goed? Ik weet het niet, weet je. En, en gelukkig gebeurt dit niet heel vaak. Ja. Weet je. Maar uh, ik denk wel dat het om ook een stukje verwerken. Dat dat door middel van voetbal, dat dat juist wel prettig is. Maar, nou goed. Om, om dus, hè. De voorbeelden, er zijn voorbeelden zat op een ja. gegeven moment. Die, is die, die uh, uh, tijdens, de voorbeelden die tijdens je carrière gebeuren. Ja, zeker. En je hebt er geen tijd voor om erbij stil te staan. Dus je stopt het weg. Klopt. Nee, ik heb ook een keer meegemaakt dat iemand uh, een aantal jaar geleden is overleden en ja, ik, ik, ik kon er niet bij de begrafenis zijn, snap je? Uh -huh. En dat zijn wel van die dingen. Ja. Dat, dat is dan ook weer inherent aan onze carrière. van uh, Ik had geprobeerd uiteindelijk, ja, en toch die vlucht uiteindelijk net niet gehaald. Ja, ja en dat was het, snap je? Eventjes een bruggetje, hè? en ik weet dat die vraag uh, later ook zal komen, maar. WK uh, 2010. Ja. Ja, ik ben. En het is een niet... mooi moment, hè? Dus, het super is natuurlijk mooi moment. Het zijn twee, twee hele het was mooie, echt, mooie uh, momenten. Deze was zwanger en ja, we wisten: van, hé, hey, de kans is groot dat je meegaat naar, naar het WK. Ja. En toen hadden we ja, tegen elkaar overlegd. En ja, weet je, misschien is het one in a lifetime. Maar ja, een kind krijgen is ook een one in a lifetime misschien. Maar wij, je gaat er maar vanuit dat je ja, meerdere kinderen krijgt. Zet je dan die knop op? Nee, ja, ga je we, je gewoon door, we hadden die afspraak van: ja, weet je, als het. Uh, Weet je, 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 nee, ga gewoon. En uh, het komt goed. En mijn moeder is erbij. Haar moeder zou erbij zijn. Ja. En uiteindelijk is er gewoon bevallen en is het, het goed gegaan. Ja. Maar, maar je was er niet bij? Ik was er niet bij. Ja. heb je snap spijt? Je? Nou, spijt. Kijk, het was een hele zware bevalling. Dus dat is wel dat je daar dan niet bij kan zijn, zeg maar. Ja. Dat, dat is wel echt uh, heftig. Um, maar ja, je, dat zijn keuzes die je maakt, snap je? En dan gelukkig ben ik nog twee keer vader geworden ja, waardoor ja. ik daar wel bij kon zijn snap je en um, ja keuzes uh, want eigenlijk is het mooiste wat er is misschien als het enigste kind was geweest dan was het misschien de slechtste keuze ja, die ik ooit ja, heb ja. gemaakt zeg maar en, precies uh, iets waar je eigenlijk je hele carrière uh, naartoe leeft en ja. eigenlijk hè dus, ja. dus nee klopt ja. weet je maar dat is dus wel het moeilijke van Weet je? En op dat moment uh, keuzes maken. maken. Ik bedoel, als jij gewoon op kantoor werkt, dan is het heel simpel. Ik ga vandaag niet werken, ja. snap je? Maar dat was gewoon, ja, met alles erop en eraan. voorbereid naar WK, het grootste. En, en, en ik had nog het geluk, als, want ik was helemaal niet van plan om terug te gaan, dat, hun, ja, dat ik uiteindelijk ben verrast. Een dag na, de, na we hadden gespeeld tegen Denemarken en is het gewonnen. Dat Van Marwijk kwam naar mij toe op het veld en die zegt Mies, uh, ik heb een verrassing voor je. Je gaat straks terug naar Nederland en je kan je, je zoon zien. En toen ben ik... Na de wedstrijd spullen gepakt. Ja. Naar Frankrijk gewoon. Van Frankrijk naar Amsterdam. Ja. ineens uh, allemaal media. Uh, naar huis. Uh, kindje. Pestmoment. De volgende dag nog meer media. Met een kindje. Daar in mijn en daarna weer terugvliegen naar, naar Zuid-Afrika. Wat en doet toen, dat ik, met je is Ik kan niet geslapen. Heftig. En dan ineens zit je weer in Zuid-Afrika. En dan heb je net een kind in je armen gehad. En ja, we gaan gewoon weer verder, weet je. Maar ik merk, ja. wel, ik merk wel dat je heel goed kan relativeren. Je kan heel, je ja. kan heel snel en goede keuzes maken. Uh, wat, wat, wat ik hier hoor is dat je mentaal gewoon sterk genoeg ja. bent om met die situaties uh, uh, om te gaan. Um, want als je ook zo kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, momenten in je carrière. Je was, was onbetwiste keeper bij Utrecht, mm -hmm. uh, bij Swansea. Ja. Uh, en dan kies je ervoor ja. om naar Spurs te gaan en ja. dan ben je eigenlijk ben je tweede keeper. Ook ja. bij Oranje was je, was je ja. tweede keus. Ja. Hoe, hoe, hoe sterk moet je daarvoor zijn? Wat, is de, wat, is de, wat zijn de bewegingen die, die je daarvoor had om die keuze ja, te kijk, maken? Ja, kijk, ik had toen de tijd, um, ik was relatief, nou als je kijkt naar nu gaan ze vrij jong allemaal naar het buitenland. En ik was toen 27 of zo toen ik naar Swansea ging en een fantastisch jaar gehad. En ja, je zit in een bepaalde flow. En mm. uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, in het laatste seizoen ging het niet zo goed. Het was ook niet zo goed seizoen voor mezelf. Uh, er, kwam een, er zou een beetje een nieuwe wind gaan waaien. En um, hadden, ze, hadden ze een keeper gehaald? Uh, Fabianski toen de tijd. En die was uh, reserve doelman bij Arsenal. Arsenal ja. En toen wist ik wel van. Dat zeggen ze indirect zeggen ze tegen mij. Van uh, snap je? Van ja, ze zeggen wel. Je, weet je, je, je krijgt de kans. Of je mag het eerlijk uitvechten, Maar je weet hoe die dingen gaan yeah. in voetbal. Uh, en ik wist ook. Ik ging toen naar. Uh... Eigenlijk best wel raar, hè? Ja. <laughs> dat het zo de. Ja, toeval. was maar goed. heel raar. Maar voetbal is gewoon een gekke wereld. En ja. toen uh, was het WK in 2014. En ik wist van na het WK sluit ik sowieso later aan bij het team. Dus mm -hmm. ik mis al de voorbereiding. Ja. Dus dat zal al een excuus zijn om te zeggen van ja, hij heeft de voorbereiding heeft hij het goed gedaan. En ik weet als je eenmaal op de bank belandt en ik dacht toen de tijd bij Swansea, mm -hmm. uh, dan wordt het voor mij lastig om vanuit daar. Uh, ...nog een mooi transfer te maken, weet je wel. Ja. Uh, of in ieder geval een transfer te maken. En... Um, uh, ...dus ik... hun gaven wel aan van ik had nog twee jaar contract en... ...en ik uh, kreeg de mogelijkheid uh, om... Uh, ...om, uh, ja, Tottenham was geïnteresseerd. En, en ik, uh, aan de ene kant dacht ik van oké, okay, Tottenham... Uh, ...Loris die was daar, Is, Doelman... Uh, ...ik had Swansea, waarschijnlijk zou ik op de bank terechtkomen. Mm -hmm. um, en... Tottenham was de enige club, of in ieder geval waarvan ik weet, die echt concreet was. Ja, en op een gegeven moment moet je keuzes maken. En uh, toen dacht ik van, weet je, eigenlijk ook die keuze voor Swansea, waar mensen toen de tijd niks van begrepen, heb ik die keuze bij Tottenham ook gemaakt. Van, in de zin van, nee, de kans om bij een grote club te werken, en vanuit daar zullen we wel zien wat er, wat er gebeurt. En hmm. eigenlijk, ik wil niet zeggen dat ik gedwongen ben om die keuze te maken, omdat, ja, ik kan toch gewoon bij, of bij Swansea blijven, maar ik voelde wel van... Ze hebben al een keeper gehaald en weet je, dus, dus ik, voor mij was die keuze, ja, er was eigenlijk niet zoveel uh, te kiezen, ja, zeg precies. maar, weet je. Um, en dan, maar je weet wel dat je dan, uh, en bij Oranje was ik ook reserve doelman, dus dan weet je wel een beetje je rol. Uh, maar op het moment dat ik bij Tottenham tekende eigenlijk, uh, uh, kwam er dus ook een nieuwe trainer met Pochettino en zijn hele staf en, mm -hmm. en toen hebben we wel, uh, ondanks dat ik reserve doelman was, ben ik daar wel echt in een meegegaan in het project waar we mee bezig waren uh, met de, het helemaal het opschonen van het elftal, en uh, jonge spelers door uh, inpassen en ja, dat is veel breder dan um, dan uh, ja de eerste elf zeg maar en, en dan kom je weer ja dan kom je weer bij ja. dat stukje van tuurlijk ja wil je voetballen ja zeker um, maar ja het klinkt weer aan voetbal als een teamsport. <laughs> maar dat, ik vind mensen dat soms moeilijk te begrijpen, <laughs> maar dan, dan is het niet, uh, wat ik je zeg, dan, ik, ik ben wel iemand die mezelf um, kan, wegcijferen. kan wegcijferen, zeg maar, ja. en, en belangrijk kan zijn voor het team op, op verschillende manieren. En, en het respect wat je krijgt en, de, en uh, de, de, um, uh, waar je staat in, in, in zeg maar, de hiërarchie en, en hoe je met de mensen bent, dat is voor mij meer, veel waard en dan na één jaar of na twee jaar denk je wel van weet je en toen heb je nog wel wedstrijden gespeeld en er gebeurt nog wel dingetjes en, maar op een gegeven moment je kinderen gaan dan naar school uh, je bouwt daar wel op en dan ga je kijken van oké okay, wat is er nog meer mogelijk en dan is er wel wat interesse maar dan ga je weer terug van oh dan ga je naar uh, weet ik veel in de andere kant van Engeland of uh, wil je dat yeah, wat ik zeg je kijkt ook naar je gezin weet je dat zijn allemaal keuzes ja en uh, wat je zegt je voelt je goed daar ja. Uh, als ik het zo hoor, hè, was je heel goed bewust van um, wat er ook allemaal om je heen gebeurde. Ja. En dus je kinderen, ja. oké, okay. je overweegt dus ja, elke, elke keuze van ja. wat zijn de minnen. Zonder het egoïstische. Zonder die egoïstische eigenlijk. Uh, als je ergens op je plek bent en je wordt gewaardeerd en je voelt je goed, zeg maar. Ja, natuurlijk, het ultieme is spelen, dat snap precies, ik wel. Precies, dus want dat, maar maar dat, dat, dat is wat ik naartoe wil. Ja, is, is dus. Zeg maar, wat, ja. maar stel dat ik, ik noem maar wat, je gaat naar ergens, toen de tijd wilde Sunderland nog in de, in de Premier League. Stel, je gaat naar, naar helemaal die kant op, richting ja. Schotland. En je speelt, maar je bent niet gelukkig. Maar wat is dan belangrijk? Nou goed, dat zeg ik. Kijk, snap je? Bijvoorbeeld, nee, nee doe de, dat even we, bij mag, jezelf. Zou ja, ik precies. Dat ja. is geen goed of slecht, mm -hmm. absoluut niet. Nee, maar uiteindelijk is het wel iets. En wat andere mensen vinden, kijk, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Snap je? Ik kijk echt naar de mensen die bij me staan. En voor de rest, ja. En dan komen nu nog, tot de van vandaag, komen nog steeds mensen naar me toe die zeggen: van Ja, Mies, je had toch veel eerder weg moeten. Of ja, toch... Weet je wat ik zeg? Dit verhaal vertel ik hun. Hoe ga ik hun niet uitleggen? Absoluut. Bij mij was het bij Bayern op een gegeven moment dat ik. Dus niet aan spelen toekwam. Mm -hmm. Snap je? Maar bij mij was het wel echt. bij mij. Ik, 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 ik functioneerde gewoon niet, man. Mm. Dat was mijn uitlaatklep. Ik bouw, ik leef naar een wedstrijd toe. En dan kan die energie er niet uit. Ja. Nou, twee, drie wedstrijden: energie. Goede energie sloeg om in slechte energie. Snap je? En ik kon daar gewoon niet mee omgaan. Dus bij mij was het wel van. Dat spelen was echt super belangrijk. Maar ja. is dat misschien niet zo dat als je uh, keeper bent en daar heb je meer duidelijkheid ja, van wat kan. je plek is binnen ja. het team? Dus je kan je er beter op voorbereiden als spelers zijnde, dan elke week is er een, een twijfel. Ga ik spelen of ga ik niet spelen als je geen onbetwiste basisspeler bent? Nee, ja. precies. Ik denk dat ook wel hoor. En, en ik, ik moet ook wel zeggen, ik kan wel zo eerlijk zijn van. Weet je, en ik, wat ik zei, ik was toen een van de ouderen in het team. Hmm. Uh, want ik was zeg maar dertig toen ik naar Tottenham ging en um, ik, weet je, ik, ik zag wel dat, zeg maar ja, Loris die was wel echt ook van een niveau dat je denkt van ja, weet je, dat is niet, uh, die keuze is niet makkelijk, snap je? Spondig, Voor een trainer, schoen. zeg maar, het, je hebt ook wel eens meegemaakt dat sommige jongens spelen en dat je denkt van kom op, weet je wel? Ja. En, en, en ja, dat maar had is ik... Maar is dat niet dat je dat altijd wel denkt van jezelf? Ja, ja misschien, ik, wel, ik, ik vind misschien dat, wel. Ik vind dat echt knap, want misschien dat, wel. Dat, dat, dat ontbrak ik. Uh, weet je, dit stukje van, uh, ja, zelfs als ik nu terugkijk, dan heb ik me twijfels. Weet je, van, ja, ik had gewoon kunnen spelen. Ja, ja, en dat was gewoon je. puur met mij, te, ja, ja. Had met mij te maken dat ik gewoon niet uh, 100% of gewoon optimaal presteerde. Of het liet zien op de juiste momenten. Dus dat was ja. gewoon meer aan mezelf. Maar um, ik vind het knap dat je zegt van, oké, okay, een speler, nou, die is gewoon beter. Dat is duidelijk. Snap je? Of in ik ieder geval, hij is beter, bed. maar wat je zegt, ieder, de een heeft ook, weet je, bepaalde kwaliteiten, maar wat je zegt, tuurlijk, denk ik niet van, hij is beter, uh, veel beter, want ik kan dat nog. Nee, dat had ik niet. Nee. Weet je, dat had ik zeker niet, uh, weet je, maar ik snap die keuze, keuze wel van, ja, als, je, als hij het zo goed doet... Ja, is het zo moeilijk om te zeggen van uh, ja. Nee. En nu zeg ik, dan. bij Nederland zelf had ik dat wel. Mm -hmm. Van Bronkhorst, ja. onbetwiste linksback. Ja. Aanvoeden, mm -hmm. gewoon even rustig je plekje kennen. Ja, en ja. gewoon rustig zitten daar op ja. die bank en je mond dicht houden. Ja. Maar toen had ik ook ah, niet. Ja. Weet je, de, dus. Maar wie had je bij Bayern voor jou dan? Toentijd, uh, ja, ik, ik concurreerde met Pranic. Oh ja. Oh, dat en, was niet echt een linksback. Dat was ook niet echt nee, een linksback. Maar goed, ik had ook een mening dat ik. Een betere verdediger was ja, precies. dan Pranic. Hmm. Snap ja, je? Is ook zo? Uh, ah, thanks. Dan, dan nee, maar <laughs> je, luister, in mijn tijd was Pranic links buiten. En, en als je één lichaamsbeweging maakte, dan was je er langs. Mm -hmm. ja. en, en toen opeens zag ik hem bij Bayes, dacht ik van. Hè? Nou goed, is dus, de, dus dat, ik was een beetje gekrenkt ook in mijn ego. Nou, hij had oh, ja. aanvallende kwaliteiten, had hij wel. Uh, maar dat had ik ook. Maar goed, weet je. Uh, Eerlijk gezegd, ik leverde gewoon niet op dat moment wat er van mij verwacht en wat men van mij kon verwachten, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ja, nou goed, dan, uh, dan zijn we er uh, heel snel uit. Uh, maar dat is wel. <laughs> dat vind ik, dat vind ik, ik vind het knap dat jij eigenlijk die keuze, een bewuste keuze maakt naar Tottingham. En elke keer een bewuste keuze maakt om bij Tottingham te blijven. Ja, maar wat je zegt, natuurlijk heb je in mindere dagen dat je denkt van hé, hey, ik weet je, dat je je zaken wil ik moet hier weg. of... Bepaalde dingen, maar wat je zegt, het is, is veel breder dan Michel Vorm zeg maar, snap je? Wat je zegt, je hebt ook te maken met je vrouw, met je kinderen. Wat ik zeg, ik denk heel ook volwassen aan, het, op het, dat moment aan het team. Maar ik vind het en echt en, volwassen. Uh... Ja, maar hij was dertig, hè? Ja, ja, ja is toch anders? 30, dat, dat denk ik ook wel, hoor. Kijk, als, kijk, als dan, ik 21 ik was zo. geweest, die keuze was, nooit ook, gemaakt. was ook anders, snap je? Daar ben ik wel mee eens en wat ik, ja, wat je zegt, ik vind gewoon heel belangrijk. Als ik ergens, ja, ik heb ook maar heel weinig clubs gehad, snap je? Ja. Als ik me ergens goed voel. En er. ik word gewaardeerd, dan, ja, zeg maar, dan moet er echt iets geks gebeuren. De waardering is gewoon. Dat vind ik belangrijk, snap je? Voordat, uh, voordat ik wegga, snap je? Ja. En dat was bij mij, was het weer heel anders. Ik had juist, ik was juist na twee, drie jaar had ik het gevoel, werd ik onrustig. Mm -hmm. Dat ik van, ik, ik moet even naar een, naar een andere club, andere omgeving, andere motivatie, andere prikkels. Want mm -hmm. anders dan. Dan werkt het niet voor mij. Ik zou willen dat ik jouw carrière had gehad en dat ik ja. zo'n jaar bij een club kon krijgen. Ja, maar kijk, uitgevoed. weet je wat is, We gingen toen ook wel echt. We waren wel echt daar met iets bezig. Ja. Uh, het was echt het begin van de Harry Hurricanes en die, die toen nog gewoon als Jochi of niet als Jochi, maar als jonge jongen. Uh, dat is nu, weet je, dat zijn allemaal jongens. Kyle Walker die een fantastische carrière uh, transfer toen maakte naar Man City en ja. Weet je, zo heb ik nog meer jongens. Weet je, je, je bouwt echt. Het was echt met... met, met, met op een gegeven moment kwam Toby er ook bij. Al de wereld. En we hadden met Moussa, Dembele, Jan, Christian, Eriks. Weet je, we hadden ook echt... Een, je hebt het. normaal. Ja, was, wow. was, echt, uh, was echt, Maar het was ook echt... We hebben echt iets... Met z'n allen waren we toen, weet je, op een missie. Ja. En uh, dat was wel echt... Dat, ja, we hebben echt veel dingen echt meegemaakt als... En de, ja, als groep. Even een vraagje tussen. Dat is gewoon puur mijn... Curiosity. Ja. Uh, Marino, ik heb ja. veel verhalen van hem gehoord, ook van meerdere spelers, mm -hmm. weet je. Uh, hoe is die man? Um, ja, ik, ik, ik kon het wel goed met hem vinden. Ja. Heel, heel direct. Uh, als, hij, weet je, als hij iets niet goed vond, dan zegt hij dat. Ja. Maar je kon ook gewoon. Uh, hij zou je ook wel echt ophemelen, zeg maar, weet je? Ik, ik, ik hou wel van. De, Bepaalde eerlijkheid. En, ja. uh, kijk, natuurlijk, een manier van communiceren soms kan best. Uh, zijn. Ja, ja. maar dan. Wat ik zeg, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ja. Ik, ik, ik hou daar wel van, snap je? Ja, um, uh, yeah, what you see is what you get. En ja, yeah, het is wel mensen-mens. Mens, dus ja, ik hou daar wel van. Ja. Okay. Even uh, nog een vraag tussendoor. Wat is jouw leukste kleedkamer tot in een moment? Leukste? Uh, kijk, weet je wat het wel is? En dat weet ik niet, hè, voor jullie beiden. Maar we hebben best wel veel uh, mooie dingen meegemaakt daar. Maar soms was het buiten op het veld was het veel meer vieren. En dan was in de kleedkamer was het best wel snel weer naar de orde van de dag. Of zo, weet je. Ja, uh, okay, misschien uh, misschien en dat is dat we wel niet interessant, trouwens, per... hoor. Uh, zeg maar. Uh, en... Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet. Dat is ook een beetje de, wat er toen werd gecreëerd of zo. Uh, die... Het was normaal. Ja, ik weet niet. Maar en als, maar bij... als je kijkt naar Nederland, hè? want Nederland ja. hebben we heel veel, heel veel ja. leuke kleedkamermomenten gehad. Klop. Dus denk er over na nou om een leuke uh, kleedkamermoment uit van Utrecht bijvoorbeeld. Um, Ik heb trouwens wel een heel slecht geheugen, wist je dat? Kan nee, niet. maar serieus? Dat kan niet. Ja, maar want, weet je waarom? Het is, is op toen je jong was in groep 3, ja, ja. We ja, maar okay, dan, dan word je aan herinnerd. Dat ik een trauma heb we gehad, zeg maar. Okay. Maar ik zeg je eerlijk, en het, het klinkt misschien raar wat ik zeg. Maar dat is ook wel ergens, denk ik, wel een kracht voor mij. Zeg maar dat ik niet te lang. En niet blijf zitten. Ja. Hoor. Heb je veel ballen aan je kop gehad? Ook. <laughs> <Ja>. <laughs> maar luister, wat ja. je zegt dat van echt het echt moment, het, het vieringsmoment. Ja. Uh, is dat omdat het een topclub was? Ja, maar nee, ja, weet had niet... Had jij dat ook bij Bayern? Ja. Echt? Ja. Dus het was gewoon normaal? Nou, het was gewoon anders. Ik, ik, het, het cultuur was gewoon anders. Uh, buitenland voor mij sowieso. Weet je, je hebt met andere verschillende culturen te maken. Die komen dan in... Voor mij Duitsland, voor hem Engeland. Ja. Uh, dus iedereen was ook een beetje... Ja, in de kleedkamer buiten waren we strijden, samen, boom. Maar dan in de kleedkamer was toch, ja, de dynamiek was gewoon anders. Ja, het werd ook wat serieuzer allemaal, weet je. Ik bedoel, bij Utrecht konden we echt nog... Het was ook andere tijd, met geen Instagram en dat soort rotzooi. Toen kon je ook echt nog domme dingen doen, ja. weet je. Ja ja, 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 ja. Kon je echt feestjes vieren of je kon... Na de wedstrijd kon ik bij wijze van spreken gewoon uh, in, het, in een skybox uh, dronken zijn of wat. Dat... Ja, dat, dingen, dat, ja. dat vrij, dat, ja, als je, hoe hoger je voetbalt, hoe ja. minder dat, zeg maar, ja, dat, dan is het gewoon heel anders, weet je. Ja. En ik, daarom ben ik ook wel echt blij dat ik dat soort dingen wel echt heb meegemaakt. Uh, zeg maar, uh, weet je, maar ook de andere kant, zeg maar. Alleen, ja, maar, kijk, bij Tottenham, terwijl we niet eens prijzen uh, wonnen, maar we hebben wel bijvoorbeeld uh, ja, die Champions League finale haalden dat was wel echt mooi. Die wedstrijd Ajax, dat is denk ik wel uh, de tweede wedstrijd dan hier in Amsterdam. Ja. Dat was ja. wel echt bizar. Wel Dat was echt... gewoon, als ik er steeds over na, bijna on 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 onmogelijk wat daar toen is ja, gebeurd. Ja, ja, Serieus, ja. onmogelijk. Ja. Volgens mij heeft uh... onze andere... Guy van de redactie, die heeft daar hele slechte herinneringen aan. Ja, ja. Oh, Heel veel mensen hoor. Ja, ik de... heb echt mensen zien huilen. Ik ik, mensen... Amsterdam was hè? Ja ja, ja ja, precies. Ja, maar iedereen ja, die had met. Laten we daarover ja. kappen. Nee, maar in ieder geval, een... dat is een geval ja. voor ons. Maar dat, uh, Als je dan vraagt over een moment dat ik zeg van het halen van de finale was wel uh, een van de. Ik heb, ik, ik heb toen zo hard over het veld gerend. Het laatste doelpunt. Wauw. Was jij diegene die helemaal woep? Ja, dat was ik. Ja. Ey, By the way, leuke uh, informatie. Mm -hmm. Michel is heel snel. Ja, ja dankjewel Edson. Michel, ja, ik Michel wel, bij de, bij de sprinttesten. Ja, klopt. Ja. Broer, je ja. moet nagaan, hè, ik was, was vroeger ja. aardig. Ja, hè, rap. Maar ja. deze man, ja. op die sprinttesten, dat ik de allereerste keer. Michel, ja. waar ja. hou je die snelheid vandaan? Luister, je ja. had er drie. Michel, Ken het en ja. boy. Ja, maar het grappige is wel wat ik toen Keepers, begreep. Jij kent het ook? Wat? Ja, dat er altijd in de top drie, <laughs> over het algemeen, staat altijd wel een keeper. Ja. Dat ze, jongens die, uh, ik weet niet waarom, maar ik weet nog dat Rob Druppes toen de tijd was onze looptrainer. Ja. Die vertelde altijd wel, zeg maar, dat over het algemeen, eh, vooral op die korte. Want we deden, wat deden we? 10, we 20 en 30, en 30. Of 30, 10 ja, en 30. En, maar Misha, jij pakte gewoon allebei gewoon. Allebei allebei <laughs> broer, Die is mijn naasten. Die meet Nee, maar opstoot. dat was, ik vond dat, dat zijn dingen. Ja, dat was wel echt een. Uh, Heb je uh, daar extra op getraind of Nee, maar dat is, maar dat is echt van van. Ja, dat, explosief. dat kon, Ja, explosief. Explosief. En dat vond ik ook echt leuk. Weet je, als we die testen gingen doen. Natuurlijk ja, vond, vond je dat leuk om als keeper daar te staan van boos. Ja, maar dat heeft niks meer hoor, Jullie sprinten allemaal. Hè? Ja, maar dat maar... competitieve, dat is. Ja, toen, ja, was wel, ja, was wel grappig man. We hadden het trouwens over Kenneth van en Boy Waterman. Voor de mensen die luisteren. Ja, man. ja. Die, die, ja, ja, ja. Die, die twee. Ja, ook echt, echt heel snel. Krachtig ook. Grappig. man. Maar dat, ja. dat is best wel grappig. want je ziet dat alle drie van jullie dus explosief zijn. En uh, alle alle drie Surinaamse zo goed zijn, wil je zeggen? Wat, uh, ja, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dat nou, dacht het jij zou het best van, kunnen. Het zou best <laughs> kunnen. <laughs> dat ja, ja. Het zou best kunnen. Zo had ja. ik nog niet eens dat dan, nee, maar. nee, maar wat ik wilde zeggen is um, reactievermogen mm -hmm. hebben jullie ook heel erg. Klopt, alle ja. drie. Ja. snap je? Uh, alle drie ook niet bepaald de, de langste, nee. uh, de grootste nee. keepers. Ja. Dus. Uh, sprongvermogen, reactievermogen, ja. ja, dat was wel dat ik wel grappig. Ja. Luister, um, voordat we verder gaan naar waar je nu mee bezig bent. Ja. Dan, uh, je hebt iets moois van ons meegenomen. Ja, zo grappig trouwens wat ik heb meegenomen. Herinnering, misschien moeten we ja. die, wij hebben ook, wij hebben die van ons ook bij ons. Ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Uh, dus we willen alle dus dan drie gaan we eventjes, uh, ja, ja, wat het leukste kijken, van mij is. Kijken hoe, want het is nou. altijd strijden onder elkaar. Ja? Ja. Nou, nou, dat ja. kan ik alvast niet meedoen. <laughs> nee. Echt pak jij dan? Ja, ik pak mijn even hierachter eventjes, en dan zijn we echt heel voor benieuwd naar. mij zou ik wel iets liggen, net een, een WK-bal of zo? Oh, kijk, is scherp man. Hij is Binnen. Kan je mijn uh, shirtje dan? Ja? ja, ja, ja. Zie je? Here you go. Ja. Nou, Michel, ik vind omdat dat jij gast eerste bent. Ja. Ja. Dan mag jij beginnen, man. Oké, okay. want ik, ik kan wel wat vertellen over die van jou en ik kan ook wat vertellen over jou, maar. Ik, ik begin te kijken. Het grappige. Ik ben benieuwd. Ja, ja, ja. Doe ja, maar. Ja, ja. Ja, jij eerst en daarna vertel je iets over die van ons. Um, dit is wel echt grappig. Want deze is echt het meest recente. Kijk, dit is het allernieuwste WK-shirt. Uh, ja, wat is dit uh, shirt van Nederlands hoofd, toch? Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. dus, ja. meest recente. Ja, Denk, ja maar huh, hoe kom je aan? Dat dacht ik. <laughs> ja, <de>, ja het <laughs> is toch raar. Want, waarom neemt hij dat mee? <lacht> <lacht> maar kijk. Nummer 15. Nummer 15. Forum. 15 interlands. Ja, sterk. Dit was niet zo. Dit was pas geleden moesten je daar met z'n allen zijn. Hè? Dus, dus, um... waar ik overigens niet voor uitgenodigd was. Nee, maar ben jij wel uh, ge... hiervoor heb je al een keertje wat gehad? Nee. Echt niet? Nee. Moeten we even KVB benen. Hoe, hoeveel interlands heb je gespeeld? Ik heb. Uh... Ah, sowieso meer dan Die twee. Of twee. Elf. Ja, nou, ja. heel raar. Ja, dat vind ik wel raar. Want Moet ik wel andere spelers die dus minder hadden gespeeld. Ja, het was vanaf twee. Misschien in kan je het even, even, even nog even in, in beeld. Nee, je hebt gelijk. Je nee, bent ben natuurlijk ook pas gestopt. Ja, ja. ja. Dus uh... wil jij ja, het ja, niet Hé, Hey, nee. ja. wil jij het niet vasthouden? Want ik hou jouw. Dit is jouw. Ja, nee, ja. Ik, uh, ik had hem net al even zo gehouden, dat je hem goed kon zien. Voor de mensen die luisteren. Ja. Nee, kijk, weet je, het is natuurlijk wat ik zeg. Ja, het is een. Sowieso speciaal dat ze uh, betaald voetbal hebben gehaald. En als je dan ook nog... Het ultieme is eigenlijk het Nederlands elftal, Tuurlijk. Uh, dat is zeg maar met, dat je met de beste voetballers uit Nederland... En Nederland is natuurlijk heel hoog, uh, goede spelers en zo. En vooral toen de tijd. Als een jongen van FC Utrecht, als klein jochie uit Nieuwegein. Dat je ja die jongens speelden bij AC Milan weet ik veel int, noem het maar speelden overal en dan dat ik daarbij kon zijn zeg maar want daar is het voor mij begonnen ja. onder bed van Marwijk en uh, dat ik uiteindelijk 15 in de heb gespeeld en, en um, uh, bij WK 2010 aanwezig 2-12 en, en WK 14 um, oh, ja. ja weet je dus dit vind ik wel speciaal dat, en dan waardering zijn we zo, weer hè een stukje waardering ja, snap je ja ik zie je ja. ja. en dan dat is wel ja, ik vind het jammer dat, je, dat ze jou dan niet dat jij daar niet bij bent Ach, geweest. Ja, Michel, daar gaan we niet te lang over. praten. Nee, dat maar het dus. is wel ja, heel uh, jaar. Ja, we ja, wel wel ik vind maar ook dat, wel. Dat is niet belangrijk. Dat vind ik wel. Maar um, ja, ik vind, dat is voor mij, uh, dat is dan het meest recente stukje wat ik um, heb gekregen, dat ik denk van ja, dat vind ik wel bijzonder. Dat er een zo'n stukje geschiedenis, mm, dat ja. je daar onderdeel van heb, bent. Mm. En, ik hoop straks ook als mijn kinderen ook weer kinderen krijgen, dat ze kunnen zeggen, kijk opa die, weet je, dat, ja, ja, dat ja. zijn toch, uh, ja, dat is bijzonder, snap je. Zeker. Dus vandaar uh, dat ik deze had meegenomen, dat ik dacht van ja, um, ja oh, mooi. Mooi. Mooi, mooi, mooi. mooi, En het was ook een bij elkaar uh, bijeenkomst bij elkaar, van, ja. van dat jongens, jongens, even ja. iedereen weer een praatje maken, kijken wat iedereen aan het doen is. En... Dus uh, deze is voor ons, deze mogen we inlijsten dus? dus je Nee, dat niet. Nee. Ik neem wel mee terug. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik, ben, ik zeg je eerlijk: ja. als je dat echt zou willen en je hebt een mooie plek voor, kan je dat doen. Kijk, ik heb daar nee, niet zoveel mee van. Dit is man. voor jou. Nee, ja, maar nee, dit, dit, jou. dit soort dingen: als jij mij vraagt, shitjes. Ik heb denk ik. Uh, ik heb wel dingetjes liggen, maar ik ben nooit echt. Weet je, daar ben ik nooit. Ik, heb het, ik vind het juist leuk als andere mensen het hebben of die kunnen. dat ik wel eens een foto krijg op Instagram of via iemand van. Oh, of, uh, ja, heb je me ooit gegeven? Ja, dat vind ik leuk dat mensen blij zijn, maar zelf ja. heb ik niet zo, uh, ben ik niet zo sterk met, uh, met dat. Uh. Ja, oké. Okay. Edson. Ja, ja, ik denk. Je uh, gaat iets vertellen over Edson. Ja, ik denk die WK. Is het eventjes over Pasen gewoon? Ja? Ik, ik, denk, ik denk de WK, uh, 2000, is dit 2010? Yes. Die Jubilani, ja, ik denk dat het daarover gaat natuurlijk. Ik denk jouw grootste moment, uh, of je ja, grootste moment. Jawel, is het grootste is moment. Is het grootste moment? Ja. In mijn carrière? Ja, in je carrière, ja. ja, ja. Is, ja. is uh, invallen ja. in de WK-finale ja. en dat je een bal kopte. Dat je eigenlijk niet wist dat je kopte. <laughs> dat kan ook niet uitblijven, nee, dat, hè? Dat, dat, dat ja. moet nooit ja, wegblijven. Ja, uh, nee, maar dat is natuurlijk wel... Um, ja. Ja. Wat eigenlijk voor mij een beetje geldt, denk ik geldt voor Edson ook. Een jongen uit, uh, uit de Bijlmer die... Uh, Uiteindelijk uh, op het allerhoogste podium. Uh, ja, helaas niet gewonnen dan. Maar gewoon het, dat stukje is, uh, ja, was bijzonder. Het was trouwens wel echt een, een, geen fijne bal. Nee. Nog zacht gezegd, volgens mij. Iedereen klaagde over die ja, bal. Ja, was niks. Maar dat was ook de weersomstandigheden en alles was. Ja. Uh, ja. Wat dat betreft was niet, uh, was niet prettig. Ja. Wil jij er verder nog iets over zeggen? Uh, ja. Ja, nou goed. Het is. Het is uh, dit. Deze bal, of niet specifiek deze bal, maar gewoon een bal überhaupt, heeft, uh, uh, heeft mij wel geshaped, zeg maar. Er zijn, er zijn heel veel... Uh, ik zie het als mijn wereld, zeg maar. is ook rond, weer op de aarde. Maar, je hoofd ook. Huh? Ja, je hoofd is ook mooi rond. Je hoofd, je hoofd <laughs> is ook mooi rond, ja. <laughs> Sorry, sorry. Is ja, dat ja. Een is was een inkomen. Ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar goed. Um, um, deze bal heeft mij zoveel moois. Uh, um, heel veel vreugde, plezier, uh, mooie herinneringen. Maar aan de andere kant ook heel veel verdriet, pijn uh, en, en minder mooie herinneringen. Uh, en dat allemaal in een bal. Nou goed, uiteindelijk er naartoe geleid dat ik uh, uh, mocht invallen. In, in 2010 in de finale uh, en dat is dus ja tegelijkertijd ook mijn mooiste moment um, op het hoogste niveau mogen spelen uh, bij de beste van je land behoren ja. je je land vertegenwoordigen dus ja dat dat betekent deze voetbal voor mij. Thanks. Ik, ja. ik wil die van mij niet eens meer laten zien, want kijk hier. 15 Interlands, WK-finale en ik vind het jammer, want jullie zijn allemaal van de generatie Bert van Marwijk. En ik heb dat net gemist. Ik, ik werd net uitgenodigd, raakte geblesseerd en daarna ging het zeg maar naar beneden. Dus het enige wat ik mee kon brengen, ik weet niet of je hier wat over wilt zeggen? Ja, ik denk dat dat winnen uh, van het EK is. Heb gelijk. Uh, in eigen land. Je hebt gelijk. Uh, ook met een hele mooie generatie. Ja. Uh, dat jaar daarvoor ben, ja, zijn wij, zijn wij uh, Europees kampioen geworden. Ja. In 2006. En wij waren dus. Waren wij nou de eerste? Nee, hè? want er was nog een lichting voor ons. hè? Nee, jullie waren de eerste in Portugal en toen kwamen ja. wij nee, in Nederland. Want de brugging, uh, generatie van Brugging die had toch ook al een EK gewonnen, maar dat was heel lang. Ja? Nee, Zo? nee volgens mij niet. Volgens mij niet, volgens mij niet. Nee. Nou Oké, okay, Michel, dan hebben wij daarin een primeurtje. Ja. De eerste. <laughs> ja. Maar weet je ja? wat het is? De blueprint hebben wij gelegd die voor van die jullie. Niemand herinnert Nee, de ik de klok, Nee, afgelijk. je gelijk. <laughs> je dat wel het ook punt. niet in eigen land is. Ja, ja, ja waarom, dat waarom die was, die was ik terwijl Jullie speelden nog tegen Ronaldo, eh, want jullie speelden nee, tegen Portugal. Nee, niet nee, tegen nee, Ronaldo. we niet nee, bij? Nee, we hebben wel tegen Frankrijk 100%. gespeeld, dat weet ik nog heel ja. goed. En daar speelde uh, Mandanda, die was het ja. diepe van, uh, van, ja, van Marseille heel lang. Ja, ja, ja. En wie stiftte hem? Nicky Hofs. Nicky ja. die, speler, die was dat, ja man dan daar ja. man dan daar weet je hoe groot hij ja, was. Frankrijk ja, ja, ja. had toen ik kijk ik weet niet meer precies wie allemaal maar, maar ze ik denk heel als veel je sterren. ja een cliché denk ik was daar ja, uh, ja ze hadden heel uh, veel Heel veel grote ja gro grote die uiteindelijk die... gewoon grote spelers ja, zijn geworden ja. en en waren er ook wel echt een hele sterke selectie uiteindelijk maar uh, toen, ja, maar om op jouw verhaal terug te komen. Want anders beginnen we weer. Dankjewel, man. Ik vind het mooi dat jij je... zegt. Michel gaat nee, heel goed euh, springen. Edson wil de shine blijven pakken. Vanuit Portugal. Maar nee, maar ik heb gewoon ook een eigen een land, mooie ja. maar nee, in, in Nederland nee, ja. ben jij gewoon kampioen geworden. <laughs> nee, ik zeg je eerlijk. Ik vind het jammer. Het is een mooie herinnering over. Dit was het finale. Maar waarom die je zelf zo een beetje. Nee, omdat ik het jammer vind. Ik vind het jammer dat ik zeg maar jullie generatie bij het Nederlands Alftal net heb gemist. door Blessures weliswaar. Ik werd opgeroepen, maar toen kon ik niet. En dus het was, uh, was jammer, anders had ik misschien ook zo'n shirtje op. Okay, Oké, maar doe niet zo klein over jouw shirtje. Doe niet zo klein. Ja man, wat betekent dit voor jou? Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Ja. Nou, ik, ik werd uh, toen uh, um, volgens mij beste rechtsback van het toernooi. Kijk. En daardoor ja. kreeg ik me dus transfer naar, uh, naar de Premier League. Kijk. Ja. Dus het was mooi. Ja. Het was mooi. Ja. Nou dan. Maar goed, dank jullie wel allemaal. <laughs> en uh, voor het brengen, echt een fantastisch shirt. Ik vind ja, het grappig, Ik vind Wek het echt super mooi. Um, maar wat ik net al zei, fast forward naar nu. Ja. Hoe gaat het nu met je? Wat doe je nu? Ja. Uh, je hebt je eigen je staan. Ja, we hebben een beetje een stukje aan het ondernemen. Um, ik heb, ondertussen wel ben ik, uh, ja, toen Mourinho was ontslagen, uh, toen ben ik eventjes uh, interim keeperstrainer trainer geweest bij Tottenham. Ja. Hoe en, was dat? Om op ja, eens... was, leuk, was leuk. Kijk, weet je wat het wel is? Um, wat mensen misschien uh, niet helemaal. Zeg maar, mijn rol bij Tottenham was meer dan alleen uh, als speler, zeg maar. Weet je? Dus uh, je bouwt ook relaties op daar met mensen in, het, in, in de club. En, en wat wat leuk is bij Tottenham, het is, is heel. Um, het is een grote club, maar uh, de organisatie is niet mega groot. Dus iedereen kent elkaar wel. Ja. En. Um, op het hoge, op, 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 op hoog niveau, zeg maar. En natuurlijk is het een grote organisatie omdat er veel mensen werken, maar de, de, het is heel duidelijk allemaal. En vooral vanaf het eerste elftal en van, van de directeur tot aan de voorzitter. En uh, die connecties heb, je, heb, ja, die heb ik altijd uh, gewaardeerd en dat ging beide kanten op. En uh, op een gegeven moment, dat is wel grappig verhaal, toen werd ik gebeld uh, en ik wist dat het niet goed ging. Ja. Ik was dan uh, gestopt en ik wist dat het niet goed ging. Uh, zeg maar. De resultaten waren natuurlijk niet goed, maar de, de energie uh, ja, in, de, in de groep, wat ik ook van jongens hoorde, was gewoon niet goed. En, en, uh, ja, het ging allemaal moeizaam met Mourinho. En, uh -huh. ja, toen hadden ze, belde ze mij eigenlijk van, uh, om te vragen zeg maar, uh, of ik kon helpen uh, om, om, uh, om uh, het laatste gedeelte van het seizoen samen met uh, Rijn Mees, een oud teamgenoot, die. die uh, zijn carrière moest stoppen door uh, ongeluk, uh, tijdens een wedstrijd, uh, om het over te nemen. Mm -hmm. Dus ik heb toch dat stukje uh, keepers trainen, zeg maar. En dat deed ik dan samen met, 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 een, uh, met een assistent, zeg maar. Uh, heb ik dat, ja, dat is wel grappig, omdat je de meeste jongens heb je mee gespeeld. Uh, ja, Loris uh, en toen Joe Hart. Ja, dat zijn gewoon, ja, Joe Hart ook. Gewoon, ja, dat zijn jongens die, uh, ja, bestaat is. Ja. Ja. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om... En dat heb ik ook, te, weet je, gewoon hoe, hoe ben jij? Uh, ze kennen mij. Uh, Joe Hart is wat hij zei: van Mis, ik heb alleen maar goede verhalen over je gehoord. Kijk, en dat bedoel ik dus van hoe belangrijk dat is. Zeg maar, mm -hmm. dat respect en, en hoe mensen je zien. En op het moment dat ik daar binnenkom, dat Joe Hart al naar me toe komt van, weet je? En als ik dan zie hoe ik met hem train en bezig ben, dan ziet hij van, hé, hey, weet je, uh, ja, dat vind ik mooie dingen. Ja. Snap je? En <klaar> dan heb ik dat stukje, heb ik dan uh, daar die zes weken gedaan wat hartstikke leuk was. Uh, en gewoon lekker heb kunnen trainen met, met, met Loris en, en, en Joe Hart en jeugdkiepers. En, en jeugdkeepers. Mm -hmm. um, ja en daarna, ja, ik had al dan een barbershop in de binnenstad in Utrecht. Over de barbershop? Ja, over Masons. Ja. ja. Um, kort, uh, jouw vader. Ja. Is, is, het uh, daar, is, is daar de inspiratie? Nee, uh... dat is wel, nee, het is wel grappig wat je zegt. Uh, Lindsay en Mason, uh, zeg maar de mede, ook mede-eigenaar van, van Masons, die, yeah. die zijn met, met, naar een idee, met een idee naar mij toegekomen. Oké. Okay. Geïnspireerd in Amerika. Ja. Uh, over een stukje. Leuk manicure. dat je naar mij toe wijst. Ja, jij bent Amerikaan. Amerika, ja. <coughs> ik, ben, ik ben geen Amerikaan. Oh. Hij nee. doet wel alsof. Heb je Amerikaans paspoort? eigenlijk? Hij doet wel alsof. Nog, nog niet. niet. Nee, precies. nog niet. Maar niet Zit eraan te komen. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar Amerika. <laughs> Dank dan, je Jenny. Ik ga er niet op reageren. <laughs> dan denk ik aan Edson. Maar uh, die zijn toen met een idee naar mij toegekomen wat ze in Amerika geïnspireerd. Uh, met een stukje manicure, pedicure uh, ja. en het uh, barbergedeelte en uh, een stukje sportsbar als, als geheel concept. Ja. En toen ze naar me toe kwamen, toen hadden ze me heel enthousiast gemaakt en hadden al een, een goed lopende barbershop. En ja, wat Edson al zegt, ik ben eigenlijk ook opgegroeid in een kapsalon. Mijn vader was een van de eerste Surinaamse kappers in Utrecht. En uh, ja, ik denk dat, je, ja, Edson weet ik sowieso, maar je hebt me To America, heb je wel eens gezien toch? Oké. Okay. Ook de barbershop. Ook de barbershop. Zeg maar, zo ging het ook. Bij, was het ook bij mijn vader? Dus ja. er werd uh, weinig geld verdiend, maar het Was wel heel gezellig. <laughs> uh, dus, dat stukje ondernemen heb ik niet van mijn vader. <laughs> maar nee, het was. Weet je, uh, dat was echt bij mijn vader. Die, 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 die was echt uh, tot de dag van vandaag. Dat durf ik echt te zeggen. Mijn vader is nu 81. Maar ik word nu nog steeds aangesproken met uh, de zoon van. Ja. Dat is snap je? En oh, dat, dat ja. ook, dan kom je weer terug over dat stukje hoe mensen je herinneren en hoe ja. snap je? Ja. En um, dan, ik vind dat leuker dan dat ze zeggen nou voetballer of wat. Ja. Dat ze snap je? Dus, ja. de mens de je? mens die ja, dus die herkennen. Zeggen, ja, dus ja. die hebben nog steeds verhalen over mijn vader van 30 jaar geleden. Ja, ja. ja. Snap je? Ja, man. En um, het is niet altijd positief. In wel positief, maar Qua ondernemen, wat je zegt, ja, was het allemaal. Ja. Al, uh, hij kon jou knippen en dan dacht hij: ik heb honger. Dan ging hij gewoon achterom <laughs> en liet hij je gewoon met een halve kapsel zitten. <laughs> dat, dat kon mijn vader ook doen. En, en hoe ouder ik werd, dat ik dacht van, maar even serieus, papa, je kan niet. Die, die, mensen wachten, het is wel druk. En, maar je, je wist ook van, je komt daar binnen, je gaat zitten. Het kon zomaar drie uur duren voordat ja, je naar ja, ja. Maar het was wel gezellig. Ah, oh, dat is echt. Dus, dus, dus. Maar dus maar gelukkig uh, heeft hij dat bij ons nooit gedaan. Maar. Nee, maar geloof me. <laughs> mensen hebben echt tot de dag van vandaag een verhalen over mijn vader. Ja. Maar goed, uh, die link met, 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 vanuit, vanuit het opgroeien, weet je. Van uh, dat stukje kapsalon, ja. barbershop naar... Uh, wat wij nu hebben met Meesens neergezet. Ja, dat heeft zeker wel inherent. Uh, en mijn vader had ook goede tips. Uh, voordat we met Mees. Aan meesen zeg maar, die kende Mason al. Ja. Van die moet dit, je moet zo. En nu nog steeds hoor. Maar ja. mijn vader, die. Ja, weet je. Ja. Dit, uh, ja dat, is, dat stukje ondernemen, dat uh, laat me zitten, weet je. Maar... Had jij niet een leuke herinnering aan. Uh, aan zijn vader? Aan zijn vader? Uh... Kun je je nog herinneren dat we. Met... <laughs> Dan moet ja, ik ja denken. Die. Die Zie je, maar kijk, die. zo gaat het wel. Als ik even aan het denken zeg, maar als ik je je voorzichtig je je krijg, dan word ik geprickerd. Dan wordt ik dan Hij dan dan wordt dan geprickerd nu. Ja. <laughs> oh ja. Oh ja. Want nou, vroeger, uh, dat jullie bij mij kwamen slapen. Juist. Ja. Daar hadden we gewoon uh, hoe we deden, deden we het. Matrassen op de grond en. En dan bleven ze, we speelden, hadden ook een hartstikke leuk team toen in de A1 was dat bij FCT. A1 en Jong. Jong, ja. En dan uh, bleven ze gewoon bij mij slapen ja. met uh, acht man, ja, ach, ach negen, negen man ja, gewoon. Ja, bleven we gewoon bij mij slapen. wie is ze? Wie is ze? Wie allemaal dan? Ivan uh, Akswijk. Ivan Akswijk, Rodney uh, Blank. Blank. Hey, Max Lowy. Lowy. ja. ja. Uh, uh, Farid, Farid Moharam. Ja. Uh, wie hebben we nog meer? Uh, ja, 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 en elke natuurlijk. keer was het dan een beetje van uh, die, die kon niet en dan kwam die weer. Oh, ja. Ja. Uh, jullie deden het echt vaak gewoon? Ja, Deur, maar dat was één gedaan. Eén keer, ja. keer in de drie maanden was dat feest volgens mij, dat was in Get Down ik hoop, ja. in Utrecht. Mm -hmm. uh, we zijn zelfs een keer bij mij naar de kermis geweest, zit ik te denken. En we, 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 ja, gewoon echt, uh, wat ik zeg, dat hele vrije, ja. gecombineerd met dat stukje professioneel voetbal. Ja. Maar toen, wat ik zeg, je had nog geen Instagram, je had nog geen Twitter ja. en dat soort rotzooi. Nee, iemand bent bij mij gek toen, gedaan. Ja, precies. <laughs> dus, dus, weet je, dat, dat komt toen nog. En hoe oud waren we? 17, 18, 19 jaar. En, en nu moet ik daaraan denken. Maar dat zijn wel, weet je, dat is, dat, Ja, ik ben wel echt blij dat ik dat heb kunnen, nog ja, heb precies. kunnen doen. Want jongens van 18, 19 jaar, nu, dat kan, kan niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Nee. Kan niet meer. Nee. Nee. <coughs> Snap je? Nee. In de nachtbus helemaal gek doen, dronken. Ja. En, dan zo <laughs> <laughs> en je pa ging iedereen knippen ook? Nee, ja, mijn pa, pa had wel ja, we dus een, in Utrecht een kapperszaak en, We hadden ja. af en toe dat we ja, ja, kwamen ja. en dan ging je sneller overloop. Ja, ja. klopt. Was dat snel klaar bij jou of niet? Ja. <laughs> Gaat het altijd zo, hoor? Ja, ja, ja. Een beetje altijd... haatliefde. <laughs> ja, nee, is er, man. Ja. Sorry. Ja, nee, Johnny is heel snel oud geworden. Ja, Stukker, man. Dus uh, <laughs> hij haalt nu in. Ja, nou, ik zie, maak jij je haren zwart of gewoon geen grijs haren? Jawel. Oh, dan moet je goed kijken. Kijk hier in de zijkant, dat is gewoon grijs hoor. Ik heb echt, maar uh, dit is grijs, ook iets hè? van hem, hè? Hij is altijd grijs. Ja, ja, altijd. Vet. Nou, altijd uh, ja, Kijk, als je een eigen barbershop hebt, dan moet je bijna wel. Precies. Ja. Maar. Hé, uh... hey, maar credits man. Uh... Mason, iedereen die in Utrecht is. Ja, Mason. Ja, veel jongens knippen Even bij ons. Eventjes een onderzoekje uh, aan Mason daar. Denk ik ga hem binnenkort denken. Ja. ja. ja je, je zei, het, is het is een hele ervaring. Ja, het is een, echt een ervaring. Ja, ik ben er niet elke dag. Maar ik ben er wel minimaal één keer in de week. Of hmm. ligt aan een aantal keer in de week. Maar ja, ik ben wel uh, bezig met uh, het ja. concept. En wat we aan het doen zijn. En het, het, het idee is ook dat we zometeen meerdere zaken hebben. En we hmm. hebben ja. nu denk ik elf man personeel. Dus het is wel echt een grote zaak. Ja. Zeg maar. Uh, hmm. uh, dus... Uh, ja, dat, dat, nice. zijn, dat zijn mooie dingen, man. Complimenten. Compliment. En wat doe je nog mis? Um, ja, dus dat, dat, bij Ghassan ben, dus ben ik ambassadeur. Dus daar ben ik ook uh, minimaal één keer in de week. Uh, en dan ga ik ook mee met, met klanten. Naar wet, neem ik mee naar wedstrijden toe, bijvoorbeeld. Laatst was ik bij de Padel-event, uh, die is, uh, ook sponsor waren. Yeah. Uh, heb ik je uh, daar gezien? Nee, ik heb Edson wel gezien. Padel-event. Event. Oh, oh ja, ja, dus die laatste, die World Tour. ja, die World Tour, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, dus uh, ja en dat stukje. Ik zie ook in... dat je aardig met wat uh, moois loopt van gastan. Uh, nee, hoezo? Ja, ik weet niet. Nee, nee je zegt zomaar wat. Nee, ja, die jongen nou ja. met rust. Hoor. Ja, nee, ik heb gewoon een, een armband om en nou, die heb ik. Mooi, mooi klokje. Toevallig niet. Laat hem Nou met rust Edson. Ja, ja. hij sluit ja, hem. Ja, met dit, een uh, kijk, weet <laughs> je, dat is ook wel iets met horloges of wat dan ook. Ik, vind, ik heb er altijd wel iets mee gehad. Jouw tattoos, Michel. Nou, we zitten het over Gastan en nu begin je over tattoos. Ja, omdat ik dat eventjes onder. Je... Ja. Je ziet een wel aardig vol toch? Inmiddels. Ja, maar armen eigenlijk alleen. Ja, oké. Hij was bezig aan het vertellen nog meer Ambassadeur. Ja, een stukje ambassadeur. En dan ook weer dat netwerken, weet je wel. Het is natuurlijk een heel voetbal-georiënteerd bedrijf. En er komen veel jongens over de vloer daar. Van binnen- en buitenland voetbal gerelateerd. Waar toch soms wat makkelijker praten is met die jongens. Met die achtergrond, weet je. En dat is ook wel echt heel leuk. Uh, je ontmoet ook weer heel veel andere mensen en, en uh, ja ze zijn echt involved met, met heel veel verschillende dingen en dat vind ik wel echt uh, nice. gewoon dat hele brede stuk uh, van mensen ontmoeten, mensen leren kennen en ik zeg altijd van het is niet wat je weet, het is wie je kent en dat heb Stop. ik wel echt, uh, ja dat is wel echt voor mij um, heel bepalend in mijn, in mijn leven ja. geweest. Ik was ik, natuurlijk, voetbal was altijd nummer één natuurlijk, maar alles eigenlijk wat ik... Waar ik ben gekomen of mensen die ik ontmoet, ook mensen die helemaal niks met voetbal hebben, dat, ja, dat, dat heb ik altijd wel ja, ja, uh, omarmd, zeg maar. Weet ja, je. Ja. Uh, en en dat, daar pluk ik nu wel mijn vruchten van, zeg maar. Nice. Ja. Mies. Nice, Mies. Dan hebben we nog een laatste vraag die we altijd stellen aan onze gasten. En dat is: <coughs> Met de kennis van nu, ja. wat zou je jezelf adviseren als 16, 17, 18-jarige jongen? Dit is de laatste vraag hoor. Ja, nee, dat. Uh, Um. Um. Hmm. Of wat zou je de jeugd adviseren? Nou, gewoon. De ja. jarige en daarmee dus ook gelijk de jeugd. Ja, maar. nee, kijk. Uh, we hadden het net over mijn, uh, hoe mijn carrière in elkaar stak. En over bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. En je ziet nu toch dat jongens heel snel onrustig worden als ze niet spelen. Hmm. Um. Maar uh, ja, ik denk uh, dat stukje plezier... Of wa, wa, vasthouden aan, aan, aan wat je hebt. Uh, soms zie je ook uh, wel dat jongens transfer maken, omdat ze vinden dat ze te weinig spelen, maar dan gaan ze naar een club in het buitenland en dan is het ook allemaal eigenlijk niet wat ze dachten. En, mm -hmm. weet je, maar als je dan echt kijkt van ad, bepaald advies of wat ik mezelf zo Ja, probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Weet je, laat je niet. Uh, en vooral nu. Ik weet ook niet hoe wij zouden zijn opgegroeid als wij zijn op, zouden op, zijn opgegroeid in de. De tijd waarin we nu leven, ja, hè? Uh, ja. waar we het net over hadden. Ja. We moeten meteen terug in de tijd. En dat kan nu niet meer, zeg maar. Weet je en, en dus je dat zegt dit bij jezelf te... blijven. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet Go dat eruit? Ja, ik denk dat je mensen om je heen... Uh, ja. Dat is heel belangrijk, denk ik. Uh, uh, want er zijn natuurlijk vooral als het met iemand goed gaat... komen allemaal mensen van buitenaf en iedereen wil wat van je. Dat je die cirkel gewoon klein houdt. Ja. Um, uh, en toch ook dat stukje besef van... Dat het al heel bijzonder is, zeg maar, wat je aan het doen bent, uh -huh. weet je. En dat je dat wel echt uh, cherisht, zeg maar, weet je. Dus uh -huh. dat je dat echt... Uh, uh, maar uiteindelijk, ja, wat je zegt uh, uh, er is zoveel meer dan voetbal in, in, in het leven, zeg maar. Uh, dus, dus ook dat, dat stukje mentale. Uh, en kijk, vooral als keeper zijnde, als je een fout maakt, zeg maar, ja, de wedstrijd gaat gewoon door, snap je. En, en dat, dat, dat was ook wel een van mijn krachten, denk ik, dat je... Dat relativeren, weet je, en dat geldt denk ik ook, ook al wordt je voor en alles en nog wat uh, uitgemaakt op Instagram, omdat je een slechte wedstrijd hebt gespeeld. Dat ze gewoon doorgaan uh, waar ze mee bezig zijn, weet je, en dat is gewoon... Uh... Een slecht geheugen hebben is dus helemaal niet... Nee een, man, uh, nee. <laughs> ik zit te denken, waar komt dat vandaan, het slecht geheugen, maar... Nee man, hé hey, Mies, ja. bedankt man, bedankt ja. uh, dat je hier uh, op de bank plaats hebt genomen. Ja, uh, graag gedaan. Vond het leuk? Ik, uh, ik heb je vanaf jongs af, hè, vanaf 16, 15 jaar, mm -hmm. hebben we elkaar uh, leren kennen in de B1 van FC Utrecht. Ja. En eigenlijk een uh, hele goede vriendschap op mogen bouwen. Zeker. En dat uh, die nog steeds intact is, dat waardeer ik ook enorm. Ja. Uh, dus uh, ja, bedankt. Je bent uh, een geweldig mens, man. Dank je wel. Vader, weet Z je. Zoon. Uh, zoon. Broer. Broer. <laughs> ook nog, hè? Dus, uh, dus ja, gewoon compleet voor mij, man. dus Dankjewel. Uh, dank Dankjewel. En mijn complimenten. Voor ja, ook hier complimenten bereiken. voor jullie, voor, wat jullie aan het doen zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral in de tijd waarin we leven, niet alleen in de voetbalwereld, maar gewoon hele maatschappelijk. Uh, ja. Is het denk ik echt heel belangrijk, uh, vooral voor de, voor de jongens of voor de jonge mannen van tegenwoordig. Weet je, dat daar, uh, dat, weet je, dat ze goed moeten luisteren naar mensen die al het pad hebben bewandeld. en, en uh, en uh, ja, dat, dat, uh, dat je overal kan en moet over praten, weet je. Thanks. Is, uh, Thanks man. belangrijk, Ja, man. Thanks. Ja. Thanks voor de lessen. Thanks voor ja. de liefde en het delen van informatie. Ja, ik, geen probleem en uh, ik uh, hoop uh, dat jullie snel een keer langskomen, Mees, en zo meer zeker, Zeker, <laughs> sowieso zeker. Zo. Thanks, Mies. Ja. Yes! Oh, hey, kijk, ik, ik kop hem. <laughs> oh, daardoor komt het ja. dus. <laughs> ja. probleem, ja. geen, geen probleem. Nice. Heel veel ja. succes in ieder geval nog. Vergeet je shirt niet, hè, want anders nee. is hij echt van mij. Ja, nee, nee, nee. nee. alleen ja. van, ja, we gaan wel matten omdraaien. <laughs> ja, man. Boys, that's it. Another great episode Ik vond dit wel. of building bridges. Voor het eerst zit je gewoon tv te kijken. Dat was het engste wat er was. Hoe je zo gewoon, ja die schaken bij fijn. Ja. Die bakte er helemaal niks van. Joh. Die mag God op zijn blote knieën bedanken. Dat hij op de heilige, in de heilige Kuip mag rondlopen.